Yerba kan nami de bisa, ma miwan takwang, miwan takwang positif sani. Ma positif sani apuan boskopu uktu. Want misiwan kop in de ware tijd, uitgebreid curriculum, diplomaten, cursus. Wordt verzorgd door SDI, Surinaams Diplomaten Instituut. Ik vind het jammer, kijk, organisatie Surinaams Diplomaten Instituut is opgezet tijdens de vorige regering. De minister was mevrouw Ildis Bigley. Daarom vind ik het niet correct van politici. Je moet ook dit soort dingen kunnen mentionen. Isabi, je moet ook kunnen zeggen, het is een initiatief geweest van die vorige regering. Want anders praat je alleen maar over de negatieve dingen van die vorige regering. Maar de boezem zal de man doen, je verzweeg. En we moeten dingen niet verzwegen. Want anders vervalt zijn geschiedenis. Doen we kunnen zeggen, Diplomateninstituut, mevrouw Bigley heeft daar een goede job gedaan, de ding is opgezet. En de bedoeling was, of is, je gaat mensen opleiden. En het is een goed ding. En wanneer ik hoor, wanneer ik lees dat deze regering, of althans dat dit instituut, die mannen gaan door, ze gaan een cursus draaien de komende 4 weken, dus eigenlijk de komende 2 maanden. Verzorging, de motak abra, actief luisteren en onderhandelingen. Onder andere effectief communiceren. Kennis van kleding en protocol en ga zo maar door. De mensen worden klaargestoomd als diplomaat. Want als je op een gegeven moment zo ver bent, je volgt een opleiding, dan kan je ambassadeur. Isabi. Want een ambassadeur, dames en heren, een aanspreekpunt. Als je nou ambassadeur bent van Suriname in Guyana, of in Brazilië, of in India, Nederland, de Verenigde Staten. Yuna sranangi demang. Yuna aanspreekpunt van Kondre. Dat betekent, men kan niet zomaar iemand pikken. Hij wordt ambassadeur. Want dat is wel gebeurd. Een paar keer. Ik kom. Word jij even. Je moet de mensen klaarmaken. En als mensen de skills missen. Want je kan misschien ook die opleiding gevolgd hebben. Maar je hebt het gewoon niet in je. Dat je nog moest dwingen. En we hebben gemerkt dat deze regering wel. Lompotis mata posda. Mano abinoa enkri affiniteit na asani. Na zo betak is de. Dus die ambassadeur. Dames en heren. Amana, eigenlijk, je bent daar namens het land. Je moet dat land, if mina ambassadeur in whatever country dat ook, moet ik Suriname kunnen, ik moet Suriname kennen in alle hoeken en gaten. If mina ambassadeur, mi moet sabi a historia van Kondre disi, de historie van dit land. Mi sabi alle den culturele, alle den diepte. Alle culturele tradities. Je moet weten hoe de verhoudingen lopen. We hebben bijvoorbeeld een ambassadeur in Nederland. De huidige ambassadeur in Nederland. Dames en heren. Evi Aksamang. Ambassadeur, if I'm not in one program like college tour, if I'm not in one interview with the Witman, the Witman stelt me een vraag: oké, je bent ambassadeur. Ik vind het prachtig dat ik met u een beetje mag praten over Suriname, met wie wij goede relaties onderhouden. Maar vaak genoeg zie ik dat ze wel ook een soort traditie hebben. Waarom geven ze elke keer wanneer ik heb gemerkt dat de regeringsdelegatie of ergens in mensen van de
de topambtenaren van de overheid of zo, of tijdens bijeenkomsten, dat ze eigenlijk een pannie overhandigen. Waarom doen ze dat eigenlijk? Waarom geven ze dat ding? Wat is dat ding? Hoe heet het? Dan moet die ambassadeur kunnen uitleggen, zeiden de media, pannie. Sanabos kopu daarachter, dat wordt dat idee welkom. Dat wordt dat juna waf, weesjielik waf unu, weesjielik waf branang waf sa, alobide. In elkaar wordt dat hier, nou het is een doek, dat wordt gegeven om je gezicht te vegen als de zon fel is. Geef maar een voorbeeld. Nou, als je de ambassadeur zou zeggen, van, je bent ambassadeur, oké, okay, maar chamigona, kojo mentor na nga present pring. Want mim doa san drape of wang. Amore chariga Burger King. Of bij dingen KFC. Ano sabi. Dus die ambassadeur, dames en heren, we moeten inderdaad de mensen vormen. Isabi. En de mensen, los van het feit dat ze klaargemaakt worden. We moeten de mensen toetsen. Brother, wat is je algemene ontwikkeling? Want tijdens een diplomatencursus, de man, holleri, sawi egi sanibede. Dat gaan ze je niet zeggen, dat moet je voor jezelf weten. De man, taigi, if de man actie, wie of wat was de actiegroep? Moet je het weten. If de man actie, maar wie was Hilda Ramdat Mizir? Moet je het weten. If de man taksabe dan meisjesnaam voor Hilda Ramdat Mizir? Moet je weten, dames en heren, wie die vrouw was. Ze was de vrouw van de voormalige waarnemend president. Dus ik zeg maar, ik praat een beetje uit het hoofd. Maar we moeten de mensen, ik hoop dat dit ding geen Krabitafinga product wordt. Werk het uit, Isabi. En maak, want ik ga je zeggen, niet alleen ambassadeurs moet je opleiden. Moet je klaarmaken. Ik vraag me zelfs af, of diplomaten, ik vraag me zelfs af als die 2 maanden voldoende zijn. Want de districtscommissaris zou abi, om je maar een voorbeeld te geven, voor smasawe poti. De districtscommissaris, de president was in Nikeri, minus op een visa video. Na zijn video per president, taki ou, send de man go, mik de man die motie in. President de in Nikeri, dus amei taki. Ja, en dan gaan we motie, stelwijde, advocaat is niet verschenen, bla bla bla. Op een gegeven moment, na de toespraak van de president, hebben de journalisten vragen gesteld. Ja, maar president, hoe zit het daarmee, president, bababab. Dus op een gegeven moment, de man stelde een vraag naar president. Dat president, dat, ik weet het niet, maar deze vraag is eigenlijk meer bestemd voor de districtscommissaris. DC, misschien kunt u die vraag beantwoorden. Wel, ik zag die mevrouw, ik weet niet eens hoe die mevrouw heet hoor, maar ze is DC. Dat DC moest die vraag beantwoorden. Ja. Zo licht als een tandenstoker. Zo licht. Je ziet duidelijk van deze. Mevrouw, ik ken u niet hoor. Maar het is geen aanval. En als u dat als zodanig ervaart, dan hebt u pech. Maar je kan zien van deze is gewoon. Ze is doorgestroomd. Ik ga niet. Dit is een product van het doorstroombeleid. Dus, mensen, dus, ja, ja. De president heeft het al gezegd, ja, we gaan kijken. Ja, we gaan het bekijken. Hey, Argi, no. Argi, mijn lafo, man. Het is eigenlijk niet om te lachen. We moeten de mensen klaarmaken, we moeten ophouden. Van laat me kijken in mijn favor. Wie DC kan worden. Van al deze DC's die we hebben op dit moment. Alle DC's die we op dit moment hebben, dames en heren. Allemaal
Sorry, brandhout. Mekwakos, nee, ik ben niet eerlijk. Ik haal één eruit, Bola. Bola kan, los van de andere dingen die hij misschien, ik weet dat hij de bestuurlijke en de juridische bagage, maar Bola zou niet hier bij mij zitten met een mond vol tanden van, ja meneer Limburg, wat is die vraag weer? Ik weet niet, de zon is fel hoor. Ja, het is een mooie dag en zo. Die mensen zijn licht. Die mensen zijn licht met Taigi brandhout. Men mag me kwalijk nemen, maar ik mis die tijd van Jules Adjoja die we gisteren hebben gecremeerd. Hij was niet zee toch? Maar hij was geen. Ja, we gaan kijken. Also. Echt niet. Leo Botse. Marcel Souagny. Henry Wormer. John Narendorp. Bas Ahmad Ali. Het waren geen. Ja. Ik even gaan kijken. President heeft het eigenlijk al gezegd. Ja. Argi. Ik moet deze dingen aanhalen. Vorm die DC, zet die DC, ga in die bank zitten. Dan ga ik je klaarmaken. Temik bananga jullie DC. Dat je nou een kaliber daarbij je een soort Hugo Pinas. Dok, dan ik bekaranga dat ik ba. Ik noem bewust geen DC's van vorige, want dat is mijn taki. Ja, maar je mekaar juist de wansang. Want hoef den dedek ba. Isabi. Bas Ahmad Ali. Hij was DC toch? Bas van districtsbestuur en zo. Ik dacht dat hij districtscommissaris was. Van Saramaka. Bas Ahmad Ali. Was geen randfiguur. Mensen. Het was geen. Brandhout. Ja, ik ga kijken. Ja. We gaan het bekijken. Ja. De president heeft het net gezegd. Dus het geniet aandacht. Dus je mis, we willen terug naar de tijd. Dat daarmee tak je in 24 van Missica Bebe. Dat in nyingi. Dat ai. Nou, hier praat Henk Heetweiler. Dit is Henk Heetweiler, topdiplomaat. Maar je bent even 2 weken daarbij, ambassadeur. Ambassadeur. We degraderen alle de ambt, alle de functie. 2 weken, wat weet je? Je staat daar op receptie. Niemand kijkt naar je, staat die hele receptie. Alleen, je staat alleen met een glas in je hand. Hé, Luku. Die daar waar receptie moeten mensen tot je komen praten. Isabi. Andere topdiplomaten en Idena Kondrik ambassadeur. De mei KU. Je bent takangai, je bent tak over die kondre, je bent tak over ontwikkelingsmogelijkheden, Isabi. En dan heb je een gesprek aan je dat, excuse me, I have to go to the toilet, want ik heb geen takkie, dat ik ga pissen. Kan je niet pissen in het krimen, je gaat pissen in het toilet voor 10 minuten, dan kun je niet weer, dan kom je eruit. We moeten ophouden, we moeten de mensen die ons vertegenwoordigen, niet alleen in de regering, want we kijken alleen maar naar de regering. Daarom ben ik blij met het initiatief van meneer Boksteen en meneer Ramoutar Singh en mevrouw Wonnie Boudou. Maak de leiders. En voor jezelf moet je ook een stuk kwaliteit hebben. Ik zei, want kan de Iwani maar in een man. Maar if je Abib Chinzo, want je algemene ontwikkeling. Isabi, en de man zit die stoi na bangi, dat de man vorm je, brother. Dan ga je het kunnen. Maar laten we mensen eerst vormen. Anders gewoon op een dag. Je wiki da iluku ga dorosei. Deze Johan Bushuisje. Nanga Karkong. Wat is er aan de hand? Ik heb buurman 2 weken niet gezien. Is hij ziek of zo? Daar vrouw Taigi. Buurman? Je weet het niet, no? Buurman is nu ambassadeur. Waar? Marokko? Ja, Marokko. Not Anosabi.
Erger nog, hij heeft een reputatie van het betasten van vrouwen. Hij heeft vrouwen aangeraakt op de universiteit bij hun bobbies. Die vrouw is huilend gekomen, dames en heren, bij Gail en in de branding, toen nog bij Apinti. Alsof dat niet genoeg is, andere meisjes op de universiteit die geklaagd hebben van bij elk gesprek, amane, look hoe de vrouw in de ei, hey, look hoe de bobby. En mensen hebben gezegd, maar meneer, ik voel het ongemakkelijk om dit te doen. En toch word je ambassadeur, ja. Isago luku den bobby de vrouw Marokko, sado dwangai. Dus, maak de mensen klaar. Laten we trots zijn. Maar aher korp zo op nu aan die seks commissaris. Ik ben niet onder de indruk, geloof me. Sommigen kunnen niet eens zeggen, we hebben geen Lina Wim figuren nodig, toch? Lina Wim, volgen opleiding Lina Wim figuren. Isabi L, lik me fesje. Lik me fesje figuren. Echt niet. We willen kalibers hebben. En het is niet te laat om het te corrigeren. Maar goed, dat gezegd hebbende. Dus gaan jullie zo door met diplomaten insturen. Ik vind het een goed ding. Isabi L, laat het de vruchten afwerpen. Hoe laat is het? Ik zie mensen aan de victorie met Gijawela voor je, serieus. Want daarom hebben we nu in de Nationale Assemblée, die man weet het, daarom zegt hij, als de muizen weg zijn en zo. En ik zeg niet dat hij speciaal van de universiteit moet zijn, maar de kinderen mogen geen kiek op hem nemen toch, want het DNA-lid moet precies weten wat de uitdrukkingen zijn. Ja, lik me versje, je weet niet wat dat is. Rudy Strijk! Iemand zegt Rudy Strijk. Oh, sorry, ik lees het nu pas. Even hoor, ik beantwoord een app van een collega. Een collega, presentatrice. Ai. Mensen, dus ik weet niet hoor. Daarom heb ik u gezegd. En mensen gaan me kwalijk nemen. Politieke partijen gaan boos op ons worden. Maar wij moeten niet omhora drukken, Gideng. Je moet met geen enkele blote voeten komen als kandidaat. Kom niet met geen enkele. We moeten, ik zeg het u. Ik zeg het u. En daarmee zeg ik niet van in collega's mafu leiden naar Harvard. Dat zeggen we niet. Je moet met respectabele burgers komen. Als kandidaat. Je moet komen met mensen die in staat zijn. We willen geen grappenmakers hebben. En. Ik ga het even komen proberen. Ik zie mensen die kwamen op televisieprogramma's presenteren. Voor VHP. En die Evans is nu minister. Evans deed programma's op televisie. Goedenavond. En ik zeg niet dat het minder was. Maar als ik kijk naar de prestaties die nu geleverd worden. En het feit dat ze maar meedoet hoor. Want ik zie geen enkel beleid. Alsof dat niet genoeg is. Zegt men gewoon tegen je van. Ik ga een BAVP-opleiding volgen, want dan ga ik zelf in de supermarkt om de prijzen te. Dus dat betekent, je snapt er geen bal van. Vrouw Schuif, ga iets anders doen. We kunnen zeggen van ja, vrouwen, maar sommige vrouwen ook hoor. We kunnen zeggen ja, de vrouwen moeten overnemen, is waar. Maar niet overal, want er zijn ook vrouwen die een slechte job doen. Laten we dat ook kunnen zeggen. Ik ga BAVP. Je bent daar. Je moet dat beleid aansturen. Je moet de directieven kunnen geven en uitzetten. Maar jij komt zelf zeggen, zo schaamteloos en zo, dat je zelf in supermarkt, dan ga kijken naar de prijzen, ga kijken. Ik erger me niet hoor, dus je hoeft geen dingen over bloeddruk van me. Ik erger me niet, ik praat gewoon op een bepaalde manier. Sommige van die mensen zijn zo,
De man haar jeeje. En ze kunnen niet helpen, ze begrijpen het niet. Daarom schrijven ze voor je. Er is drie jaar, er is in jaren is er niks gedaan, dus daarom gaan we nu. Dus ze hebben dat verstand niet om te kunnen beseffen dat ze met zo'n bericht, dames en heren, zichzelf een brevet van ongeschiktheid geven. De man heeft begrijping. Maar goed.